de fikse ruzie in Europa. Het is inmiddels al de langste Europese top ooit. De EU-leiders leveren op dit moment een krachtmeting van formaat waarbij regelmatig met de vuist op tafel wordt geslagen. De inzet, overeenstemming over het coronaherstelfonds en over de meerjarenbegroting. Hoe groot is de kans op een resultaat? Moeilijk in te schatten. Ik ben niet optimistisch nu, maar je weet het nooit. We are at the beginning of the summit now, and the stakes couldn't be higher. C'est un moment de vérité et d'ambition pour l'Europe. Bijna 13 uur gepraat, meneer Rutte. Is er iets uitgekomen? Nee, nog niets. Nee, we gaan morgen weer verder, 11 uur. Ja. We krijgen berichten dat de sfeer uiteindelijk wat minder plezierig begon te worden. Die was vanavond wat korzeliger dan vanmiddag. Ja. En is dat een goed teken? Meestal niet. He's attacking so harshly. Domani proseguiremo. Er zit wel wat schot in de zaak, is mijn indruk. We zijn er ook nog niet uit, het kan nog steeds mislukken. Maar het ziet er wat hoopvoller uit dan op het moment vannacht dat ik dacht, het is over. Arjan Noorlander, je bent parlementair verslaggever aan het Binnenhof. Maar in het vorige leven was je dat in Brussel. Wat is de laatste stand van zaken? Dat ze weer met z'n allen bij elkaar zitten. Althans de 27 regeringsleiders van Europa. En dan denk je, dat zitten ze toch al dagen. Maar eigenlijk hebben ze amper met z'n allen bij elkaar gezeten. Want de ruzie was zo groot dat het ze verstandiger leek om gewoon af en toe eens in kleine groepjes vooral bij elkaar te zitten. En dat waren dan die vrekkige landen met een paar grote landen. Met Merkel en Macron onder meer. Voor de volledigheid vrekkige land bedoel jij de zuinige of realistisch, hoe je het wil noemen? Nederland, Zweden, Denemarken, Oostenrijk en Finland inmiddels daarbij. Die hebben veel met elkaar in dit soort bijzaaltjes zitten overleggen. En nu net eigenlijk zitten ze weer bij elkaar. Zij zijn eruit onderling, die grote landen met de zuinige landen. Maar dat betekent dat die anderen er nu ineens weer nog een stuk of 20 erbij komen. Die krijgen te horen wat ze in die kleine zaaltjes hebben bekokstoofd. Ja, die gaan natuurlijk ook nog van alles vinden en eisen. Dus de verwachting is dat ze nog wel een nachtje door moeten halen en misschien morgen ook nog wel. Ja. Want Stefan, jij volgt het ook allemaal op de voet. De spanning liep er vannacht hoog op. Nemen we dat altijd een beetje met een korreltje zout, want dat is bij iedere Europese top zo. Of was het deze keer anders dan anders? Ja, het was echt wel anders. Het is inderdaad de langste durende top uit de geschiedenis van de EU-toppen. En er zijn er heel veel die heel lang hebben geduurd. Ik denk dat Arjen en ik heel veel nachten daar hebben doorgebracht zonder dat er ooit iets uitkwam. Maar uiteindelijk komt er toch altijd iets uit, want dat is Europa. Er is altijd een compromis. Vooral in het begin begint iedereen heel hard te schreeuwen wat hij wil, wat hij niet wil. Sommige mensen gaan huilen, gaan theater spelen. Dat hoort erbij. Dat hoort bij de bühne, ook voor de nationale media natuurlijk, om te laten zien, ja, ik doe mijn best voor jullie, mijn lieve kiezers. Maar uiteindelijk dan wordt er heel veel gepraat, nachten gaat het door en dan komt er iets uit. Maar soms duurt het maar 2 dagen en nu gaan we dus morgen al misschien de 5e dag in. En wie heeft er wel eens gehuild dan, vraag ik me af? Nou, dat gebeurt wel eens achter de schermen. Volgens mij Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad, die heeft eergisteren stonden de tranen hem nader dan vrij. En in de Griekse crisis zou de toenmalig fameuze Griekse minister Varoufakis ook een keer hebben geprobeerd om Jeroen Dijsselbloem aan te vallen, fysiek ook. Ja. Toen zijn er een aantal andere ministers van Financiën tussengesprongen. Ja, er gebeurt van alles, hè, want we weten niet wat zich afspeelt achter die gesloten deuren. Het is een hele ondoorzichtige doos, totaal niet democratisch. Dus ja, wat er echt gebeurt, ja, dat hoor je alleen maar van ambtenaren die dan op een rijtje, op een stoeltje daarachter mogen zitten. Maar in principe is het, ja, what stays in that room, what happens in the room stays in the room. Nou ja, en nu helemaal, Arjan, want eigenlijk, normaal kan de pers wel dichtbij komen, maar nu helemaal niet natuurlijk. Nee, zij mogen nu voor het eerst eigenlijk in maanden weer bij elkaar zitten. Daarvan hoopten ze dat helpt. Dan kun je elkaar aankijken en af en toe nog eens een knipoog geven. En dan krijgen we geen ruzie. Nou, dat is in ieder geval mislukt. Maar de pers zit dan normaal gesproken met 1000 man ongeveer in een zaal daarnaast. En dan komen de diplomaten langs en dan komen de mensen spinnen. Je spreekt politici, je spreekt elkaar, journalisten van andere landen. Dan krijg je echt wel een goed beeld van wat daar binnen gebeurt. Vaak wist ik van Europese raden veel eerder wat er gebeurde binnen in van die bijzaaltjes dan Rutte het bijvoorbeeld hoorde. Omdat het in zo'n zaal begint te gronzen. Maar die zaal is dicht. We mochten niet in de buurt van die regeringsleiders komen. Want ze zijn veel te bang voor corona. Dus iedereen zit of thuis te werken ergens in Brussel, of de Nederlanders zitten allemaal samen in een zaaltje te wachten tot Mark Rutte ergens een keer diep in de nacht even 5 minuten komt vertellen dat er nog steeds geen resultaat is en dat hij ook niet zoveel kan zeggen. Dus je merkt dat er heel weinig informatie is over wat er eigenlijk nu zich afspeelt. En jij in zo'n zaaltje, want jij was eigenlijk op vakantie. Jij bent natuurlijk helemaal geen Brussel-journalist meer. Nee. En ineens zit je daar toch bij die top. Ja, ik dacht, ik wil nog een keer naar Brussel en we kunnen eindelijk het land weer in, want de roadblocks zijn opgeheven. Dus dan ga ik in een weekend dat er een top is, die is dan vast zaterdagmiddag afgelopen en dan kan ik met een aantal collega's die ook vrienden zijn geworden lekker op restaurant en vieren dat er een deal is en dat de vakantie begint. Maar ja, dit einde van die top is nooit gekomen. Dus ik ben zondagavond maar weer naar Nederland gaan rijden. En zij zijn nog de hele nacht daar in zaaltjes aan het hangen geweest. En waarschijnlijk vannacht weer. Ja. Stefan, laten we naar de inhoud gaan. Ja. Het meest heikele punt is volgens mij dat corona-herstelfonds. Ja. Daar zit 750 miljard euro, moet daar inkomen. Grote twist is welk deel daarvan worden verstrekt als leningen... en welk deel daarvan als subsidie of als een soort gift. Wat is het hete hangijzer voor het hete hangijzer voor de 4 vrekken of de 4 verstandigen... het is maar net hoe je het wil spinnen... is het feit dat geld niet gegeven mag worden zonder voorwaarden. Tot vorige week was het nog, het mag helemaal niet gegeven worden... maar Rutte is daar toch al vrij snel in gedraaid... omdat hij realistisch genoeg was om in te zien dat dat niet haalbaar was. Dus er gaat een deel... in de vorm van giften naar alle Europese landen, dus ook naar Nederland. Want het wordt net gedaan alsof Nederland heel veel geld geeft aan die luie landen in het zuiden. Maar dat is helemaal niet het geval. Alle landen die geraakt worden door de coronacrisis krijgen uiteindelijk geld uit dat herstelfonds. Nou, sorry dat ik je onderbreek, maar die krijgen toch niet allemaal evenveel? Ik neem aan dat de landen die harder getroffen worden meer krijgen dan wij, toch? Ja, er is een hele ingewikkelde formule, wordt daar dan op toegepast, op zijn Brussels. Dat heeft dan... hangt af van de omvang van de economie, de omvang van de werkloosheid... de omvang van de economische krimp. Dus dat is een hele ingewikkelde formule. En uiteindelijk heb je dan recht op een bedrag. En voor Nederland zou dat tussen de 5 en de 8 miljard zijn. Het hangt een beetje vanaf hoe je het rekent. Voor Italië praten we over 80 miljard. Maar goed, daar wordt rekening mee gehouden met de situatie in een land. Wat Rutte niet wilde, is dat het geld gratis zou zijn. Nou, het is ongeveer gratis. Dat is ook een kwestie van definitie, want er gaat geen... Nederlands belastinggeld direct naar die 750 miljard euro. Het is een bedrag dat geleend moet gaan worden op de kapitaalmarkten... door de Europese Commissie. Dus dat hangt dan boven eigenlijk alle Europese landen. Nou, dat is ook iets waar Rutte eigenlijk niet zo van houdt... want dat betekent dat de Europese Commissie een eigen begroting gaat krijgen... of een eigen fonds gaat creëren... waardoor je het idee krijgt dat Europa een soort superstaat gaat worden... Je kan het ook een federatie noemen. Maar ik denk dat dat vooral het grootste pijnpunt is bij Rutte. Het gaat eigenlijk helemaal niet over geld. Het gaat over meer macht naar Brussel. En dat wil Rutte voorkomen. Ja, maar goed, dit is wel wat Rutte natuurlijk heeft geroepen de hele tijd, Arjan. Van het mogen geen subsidies zijn. Ja. Ja. En dat wordt het nu toch. Ja. Dus zou je dan kunnen spreken over, het is mooi het noemt... maar dat Rutte verloren heeft? Nou, hij heeft in ieder geval wel behoorlijk moeten ingeven... op waar hij ooit begon met onderhandelen. Dus ik denk dat als je dat naar de Nederlandse politiek vertaalt... dat partijen die heel erg tegen dit soort subsidies voor Zuid-Europa zijn... op rechts en op links, op de flanken in Nederland... zeggen Rutte heeft hier totaal alles weggegeven en verloren... en onze belastingbetaler is daarvan de dupe. Dan is het zeker waar. Maar als je ziet waar de inzet van de Europese Commissie... in de Zuid-Europese landen begon... op ongeveer 700 ruim miljard euro aan echt allemaal giften... zonder enige voorwaarden... En nu is het ongeveer de helft met hele strenge voorwaarden. Althans, dat vindt in ieder geval Rutte, namelijk dat ze hun economie nu echt een keer goed op orde zouden moeten krijgen. Dan zijn er denk ik ook partijen die zeggen, ja, hij heeft toch ook wel weer een hoop binnengehaald. Dus het is een beetje hoe je politiek staat, wat je ervan vindt. Maar hij heeft wel wat voor elkaar gekregen. Als hij niet zijn poot stijf had gehouden, dan had het waarschijnlijk een heel stuk meer gekost. Maar laten we het over hebben wat hij nou voor elkaar heeft gekregen. Hij en die andere zuinige landen, noem maar even zuinig. Want ze hebben voor elkaar gekregen dat je dus per lidstaat een veto hebt. Ja. Om uiteindelijk ergens aan het eind van de lijn een veto op van gaan we die landen uiteindelijk die gift geven. Wij zeggen... wij geven dat geld alleen als jullie de pensioenleeftijd verhogen... de arbeidsmarkt beter gaat functioneren... en dat Italië en Spanje, want dat is eigenlijk wat we zeggen... veel meer op Nederland gaat lijken. Dat is wat we van hen eisen. En als ze dat niet gaan doen, dan krijgen ze het geld niet. Dat is de stok achter de deur die Rutte daar nu in heeft gebouwd. Die lijkt hij ook te gaan krijgen. Een stok die hij nooit hoopt te gebruiken. Dat moet genoeg zijn om die landen nou eindelijk zover te krijgen... om echt te gaan hervormen. Ja, dat is wat hij wil. Maar dat is natuurlijk precies wat die landen daar zo vervelend vinden. Want dat vingertje van Nederland die zeggen... jij moet meer op ons gaan lijken, want wij zijn beter dan jullie. Ja, dat valt daar natuurlijk ontzettend slecht. Maar ik snap ook het hele systeem niet. Want is het dan zo, dus elke lidstaat kan zeggen, ja, wat ze daar in Italië aan het doen zijn, dat bevalt me niet helemaal. Ik bedoel, zo zal het niet gaan. Maar bij wijze van spreken, ik heb daar toch wat op tegen. Weet je wat, ik stem daar tegen. Jammer, dan krijg ik dat hele subsidiegeld niet. Dat is zo, wat heel raar voelt. Want Rutte zegt altijd, ik wil niet meer invloed hebben van Europa op de Europese landen. En nu zegt hij eigenlijk met deze deal, ik wil precies zien wat er in Italië gebeurt. En daar wil ik dan ook over kunnen meebeslissen. Dus het voelt heel erg raar. Maar dat doet hij omdat hij vindt dat dit uiteindelijk geld kost en dat hij daarover moet kunnen gaan. Maar dat werkt uiteindelijk ook twee kanten op. Dus als Zuid-Europa op een gegeven moment iets van ons vindt, kunnen ze diezelfde stok gebruiken om ons te slaan. Ja. Stefan, in Nederland is er over het algemeen grote waardering voor deze opstelling van Rutte in Europa. Hoe wordt dat in andere landen bezien? Ja, niet zo best. Rutte heeft de afgelopen jaren heel veel krediet opgebouwd in Europa. Hij is ook erg gegroeid in zijn Europese rol. Dat komt onder andere door de Brexit, maar ook door het feit dat Emmanuel Macron uit dezelfde partij als Mark Rutte is. Die heeft heel veel contact gehad met Mark Rutte. Rutte zag het zelf ook, had ik de indruk, hij voelde zich lekkerder in Brussel. En ja, dat is met deze opstelling toch wel in één klap verpest eigenlijk. Als je de buitenlandse of de Europese media leest de afgelopen dagen, dan gaat het alleen maar over Mark Rutte. En niet in positieve zin. Dus het is qua imago een hele slechte beurt. En ook, ik begrijp het eigenlijk niet zo goed, want juist de meeste landen hebben geleerd van de eurocrisis. En een van de belangrijkste lessen, denk ik, is dat er geïnvesteerd moet worden en niet meer bezuinigd. En zelfs Duitsland is daarin omgedraaid. Daarom is de Duits-Franse as nu veel sterker dan de afgelopen 10 jaar is geweest. Je zag het ook tijdens deze top. Macron en Merkel waren steeds met elkaar, zijn niet van elkaars zijde geweken. En Rutte lijkt het toch niet begrepen te hebben dat we iets hebben moeten leren van de crisis uit 2008 en 2010, 11. En ik begrijp niet zo goed waarom hij zich nu zo ontzettend hard opstelt. Terwijl het eigenlijk misschien helemaal niet... Je weet dat de verkiezingen aankomen in Nederland, toch? Of is dat simpel gezegd? Ja, maar ja, dat is pas heel lang. Dat speelt een rol, denk ik. En ik denk dat Rutte zich niet zoveel zorgen maakt over zijn imago, omdat het toch ook wel vaak veel groter wordt gemaakt in de Europese politiek dan het uiteindelijk blijkt te zijn. Nou, over 2 weken, als dit allemaal voorbij is en er is een deal en Rutte is nodig, dan is hij ineens weer de beste vriend van Europa. Dat is ook wel zo. En de Italiaanse premier is ook heel boos op Rutte, omdat dan de Italianen ook heel boos worden op Rutte. En dan worden ze in ieder geval in Italië niet boos op de Italiaanse premier, die ook een hoop verkeerd heeft gedaan. Dus het is ook een beetje zoals het spel gespeeld wordt. Ik denk dat wat Rutte hier vooral nog meer dan voor de binnenlandse politiek probeert te doen, is eigenlijk de zuinige rol van de Britten over te nemen. Want dit is de eerste keer dat Engeland er niet meer bij zit. Daar was iedereen altijd bang voor. Voor Engeland was altijd alles te duur. Dus voordat je bij zo'n top nachtenlang ging vergaderen, ging iedereen al even in Londen op bezoek. En dan hielden ze ontzettend rekening met wat de Britse premier zei. Stefan zegt, hij heeft het verpest. In jouw woorden zegt hij, heeft het eigenlijk waanzinnig knap gedaan en die rol van de Britten zich eigen gemaakt. En die Britten hebben daar vanuit hun perspectief toch al die jaren best veel voor teruggekregen. Nou, en hij krijgt nu als klein landje misschien wel, hij heeft de helft van wat Zuid-Europa eigenlijk van hem wilde, namelijk 700 miljard aan giften. Daar heeft hij nu de helft van weten te maken. Dat was nooit gebeurd als hij de hakken niet in het zand heeft gezet. En het is hem gelukt om als grootste van een paar kleine Brits-achtige landjes, je noemde ze net allemaal, de Scandinavië, Oostenrijk, om die bij elkaar te houden. Ja. En ik denk dat wat je ziet is dat die grote landen, die dachten, daar lopen we wel overheen, want dat zijn niet de Britten, het zijn bij elkaar opgeteld veel minder mensen, dat die hebben hun rug recht gehouden. En wat je er ook van vindt, want er zijn ook in Nederland veel mensen die vinden, we hadden ze veel meer kunnen helpen en veel sneller kunnen helpen, wat Stefan ook zegt. Wat Rutte wilde, heeft hij wel voor een heel groot deel binnengehaald, juist door zijn rug recht te houden. En dat is knap, internationaal, maar natuurlijk ook heel erg handig bij de verkiezingen in Nederland die daar aankomen. En wanneer is het klaar dit allemaal, heren? Nou, misschien morgen. En ja, dan is er natuurlijk nog de nasleep, want er is ongetwijfeld een compromis. Morgen komt er ergens uit met hele vage bewoordingen. Ja. En dan uiteindelijk de details, daar zit de duivel altijd in. Die worden overgelaten aan de ambtenaren die de komende weken heel hard zullen moeten gaan werken om een echt goede tekst te vinden. En die zal dan wel of niet aangenomen worden. En dan is er ook natuurlijk ook nog het Europese parlement dat zijn zegje kan doen, want daar wordt het ook interessant. Omdat Rutte en Macron zitten in dezelfde partij in het Europese parlement, maar hier staan ze lijnrecht tegenover elkaar. Dus ja, wat gaat de VVD in het Europese parlement doen? Gaan ze mee met Macron? Gaan ze mee met Rutte? Aflevering 12 wordt dat. Dank u wel. Eerst mogen dus even de ambtenaren aan het werk. België is bang voor een tweede coronagolf. De afgelopen week zijn er dagelijks gemiddeld 154 nieuwe coronabesmettingen.